kijk nou. Ja. Een beetje reflectie nu van het licht. Echt fantastisch. Ja, ik vind het prachtig. Zo. Ik vind het helemaal geweldig. Ja, waanzinnig. Heel mooi. Ik vind het zo mooi. Oh, je hebt het al gezien. Je kan voelen hoor. Drukte. Nee, ik durf niet. Oh, wauw. Ja. Drukte, Owie. Ik zie nu pas die date uit. En dit? Wat had je gezegd? Dat had je al verteld dat je dit net zelf helemaal op liet. Dat moet weer na de lak, want anders wordt je zilver lelijk altijd. Ja. Echt super. Ja, fantastisch. Jee. Trek de champagne maar open. Ja, heel mooi. Mooie kleur. Oranje. Ja. Want ik dacht, hij gaat wel heel erg boven naar een beetje rood. Hoor. Maar ik vind het nog steeds wel voor oranje. Nou, ik vind het helemaal goed. En hoe doe je dat bedrukte nou, dat 3D, zeg maar? Ja, ik maak, ik heb allemaal soorten kant. En daar maak ik het eigenlijk mee. Dus bij kost dat altijd op zoek naar stukjes kant. En daar spaten we dat mee. En was je dat al steeds? Ja, dat was ik steeds. Echt waar? Ja, ik sta hier altijd in de badkuip, altijd die kantjes te wassen. Waanzinnig. Ik vind het zo gaaf. Ik kan niet wachten tot ze haren. Mooi hè, zijn ze mooi. Ja, echt. Nou, ik heb gekozen voor de zijkant. Ik doe ook wel eens de zijkant zilver kleurig. Yeah. Maar ik heb gekozen om hem gewoon heel erg strak hooglands wit te maken. Oh ja, super. En, want ik vond het wel anders. Ik heb eerst getest, eerst een stukje zilver. En op een afstandje kijken toen wit. Ik vond dat ze heel erg ingekaderd werden als het zilver werd. En ik denk, ja, wit past volgens mij al, denk ik. Ja, zeker. En dan werden ze, ik vond ze frisser daardoor. Ja. Ja. Had je dit zo verwacht, die structuur? Nee, echt niet. Geen voorstelling bij maken. Daar kan je geen voorstelling bij maken. Ik heb wel een jongen die heeft het besteld via internet bij me. En daar heb ik echt met pakket gestuurd naar hem. En die was zo helemaal, jeetje, het is veel mooier dan ik dacht. Nou, dit is echt fantastisch dit. Ik vind het echt heel gaaf. Want je had het toen over dat van dat glas, dat een speciaal glas. Nou, dit gaat ook een beetje die kant op. Ja, inderdaad. Ja. Je had het uitgelegd dat je dat laagjes idee, weet je, gewoon voor te stellen hoe je dat doet. Maar moet je kijken, Owie, dit is toch fantastisch. En hier zie je heel die structuur. Ik vind het ook prachtig. Als je dan een beetje dicht uit en je loopt er zo langs, dan zie je ook nog heel erg die metallic verf erin zitten. Want hier zit ook nog een beetje paars metallic in. En dat gaat helemaal, s'avonds zal het toch anders zijn dan overdag bijvoorbeeld. Ik vind het zo grappig. Ik zou hier nooit naar omkijken namelijk, naar dit stofje. Dat zou ik toch nooit doen? Nee, maar weet je, zou je echt, als ik dit dan ooit laat zien, dan zegt hij van deze, doe even normaal joh. Maar ik vind het toch een prachtig. Weet je waar je het vandaan gaat? Bij Piek Fijn. Ga ik naar Piek Fijn of naar de rommelmarkt? Dan vind ik allemaal oude tweedehands gordijnen. Oh, die hebben de mooiste kantjes. Ik vind het super. Oh, die echt ophangen. En die woorden, die teksten. Ik vind het zo leuk deze stukken te gebruiken. Zo op de iPad. Ja? Goed. Stabilisator. Ja. Je ziet de structuur ook graag van nu bij in de schitteringen. Prachtig. Ik zet hem even in mijn kamer op statief. Ik heb een fotootje. Mooi hoor. Een hele gelukkige smaal op de foto. Lekker om hier, hè? Ik vind het fantastisch. Heerlijk. Ja, dat is juist lekker. Ik kijk het raam zo af en toe op, maar het is nu liggen al die grote doeken er en moet het anders. Nou, ik vind het juist echt. Ik vind het leuk zo. Ja. Het heeft al wat. Ik vind het echt fantastisch. Deze zijn ook mooi trouwens. Zijn die maken echt wel. Nee, dat zijn echt wel die ik in opdracht maak. Mm-hmm. Dan, een beetje jaren 60. Ja. Ik kreeg echt heel duidelijk op.